Er is uitvoerig overlegd. Ook voor ons is het een dilemma. Met wie is er overlegd? Met de mensen uit de kerk. De actie, een tientje voor een poonsvriendje, is terug. En je weet wat dat betekent. 10 euro verdienen per aangebracht poonlid. Oh, makkelijk en snel vanuit je luie stoel. We hebben nog slechts 5000 leden nodig. Dus het komt er nu echt op aan. Meld je aan of verspreid je eerdere link en begin vandaag met cashen. Ja, we staan hier vandaag op zondagochtend voor de kerk in Barneveld. En terwijl de horeca dicht zit, coronabesmettingen oplopen en voetbalstadions nagenoeg leeg zijn, zijn hier in de kerk achter me honderden mensen bijeengekomen, ja, om toch samen een kerkdienst bij te wonen. En terwijl er wordt geadviseerd om goed te ventileren, zitten hier alle kerkdeuren dicht. En terwijl er wordt geadviseerd om niet met meer dan 30 mensen, ja, in een afgesloten ruimte te zitten, stromen hier alsnog de mensen naar buiten. U bent er toch weer bij. Er gaan 3 van dit soort kerkdiensten toch plaatsvinden. Wat vindt u van de rest van Nederland die wel binnen zit tijdens deze tijd? En niet naar voetbalstadia gaat en niet in grote ruimtes zit met veel mensen. Er is ons gevraagd om u naar de woordvoerders door te verwijzen. Ja, dag. Er is toch een... Ik kan alles vertellen. Ja? Nou ja, meneer. Jullie hebben in een afgesloten ruimte gezeten met hoeveel man? Ik schat in 200. Schatting 200. Ja. Kunnen er ook meer zijn? Ja, dat zou kunnen. Ja, toch zonder dat iedereen thuis zit, coronabesmettingen lopen op. Ja. En de kerk die gaat stoïcijns verder met... alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Misschien voor uw kijkers niet stoïcijns. Er is uitvoerig overlegd. Ook voor ons is het een dilemma. Met wie is er overlegd? Met de mensen uit de kerk. Wat zegt u? Met de mensen uit de kerk. Met de mensen uit de kerk is overlegd? Ja, zeker. En misschien zijn er betere instanties waarmee je overlegd zou kunnen worden. Wij hebben ook dezelfde dilemma's als iedereen in Nederland. En we hebben onze beslissingen genomen. Maar dat is toch geen anderhalve meter wat daar wordt aangehouden nu? Iedereen loopt gewoon massaal. Gezinnen hoeven niet op anderhalve meter maar te lopen. Maar dit is toch niet één gezin, meneer? Ik durf het niet te zeggen. Gaat u ook nog naar de kerk vandaag? Nee. Wat vindt u ervan dat zoveel mensen toch nog naar de kerk blijven gaan? 200 per dienst? Ja, ik vind het te veel. Ja. Eigenlijk. Overal moet het hetzelfde zijn, vind ik. Nee, ja, goed. Ze hebben goed overleg gehad met het kerkelijk bestuur. Ja, dat klopt. Maar toch zou ik het zeker voor het onzekere nemen. Niet gaan. Ik snap het aan de ene kant, omdat ze zich inderdaad terecht en goed aan de regels houden. Ik stel wel mijn vraagtekens bij het feit of je dan conformeert aan waar de samenleving voor staat. Dus ik heb er een dubbel gevoel bij. Allebei de argumenten kan ik iets voor vinden. Ja. Ik vind het zelf wel wat lastig. Maar een kerkelijk overleg heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat hier weer met 200 man binnen zit. Ja. Is het ook zoals alle bondscoaches met elkaar praten, zeggen voetbal moet gewoon door kunnen blijven gaan. Ja. Mogen we dan ook gewoon weer doorgaan met voetballen? Ik snap dat dat heel erg lastig en heel erg veel dilemma's oproept bij iedereen in de samenleving. En iedereen maakt daar zijn eigen afweging in. Er zijn natuurlijk genoeg verenigingen die ook samen willen komen buiten de kerkelijke verenigingen. Ja, dat begrijp ik. Daarom denk ik dat het goed is als daar één lijn in getrokken wordt. De diensten kunnen ook online worden bijgewoond. Klopt, ik snap niet dat ze dat niet doen. Met alle respect, maar iedereen kan ook thuis een kerkdienst bijwonen. Dat is nog steeds zo dat ook onze kerk de diensten uitzendt. Dus degene die niet naar de kerk komen, die mensen kunnen thuis online meeluisteren. Ja. En, dus dat is bij ons net zo als bij andere kerken. Dus waarom moeten er dan 200 man hier binnen? Omdat er uit de kerkelijke gemeente een behoefte is om samen te komen. Samen met elkaar zijn, de verbondenheid te ervaren met elkaar, ook in deze tijden. En dat is precies waar die kerkelijke regels natuurlijk snijden met de rest van de samenleving. Waarom mogen jullie wel samenkomen en een andere groep niet? Ja, dat zijn hele vervelende dingen die gebeuren, die er zijn. Er zijn kerken die zich wel houden aan een maximaal aantal personen. Ja. En er zijn er die daar op gegronde redenen van vinden dat ze daarvan kunnen en mogen afwijken. En er is een hoger ding en een hoger doel dan dat wij soms denken. Laten we het er vooral niet over roddelen. En wat vindt u ervan? Ik spreek er geen oordeel over uit. Mensen moeten doen wat ze zelf op dat moment goed achten. Ook als dat ten koste gaat van de coronabesmetting in ons land? Ik denk dat dat niet zo is, want in de kerken komen nergens coronabesmettingen. We hebben er nog niks van gehoord. Is hier in de kerk gezongen? Ja, zacht. En dan zou je zeggen, in Barneveld houden ze zich totaal niet aan de coronamaatregelen. Maar hier geldt wel gewoon iedere zondag totale lockdown voor het hele dorp. Dat vergoedelijkt hun kerkgedrag dan natuurlijk wel.